Uit de grootste economie ter wereld, de VS, komt het bericht dat opnieuw een grote bank een goed tweede kwartaal heeft gedraaid. JP Morgan Chase zag de winst met een derde stijgen tot bijna $3 miljard. De staatssteun van $25 miljard is ook al terugbetaald. En het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week fors gedaald naar 520.000. Toch heeft in de Verenigde Staten de werkloosheid het hoogste pijl sinds 1983 bereikt. Maar niet iedereen laat zich daardoor ontmoedigen. Een enkeling gaat zelfs een regelrecht gevecht aan met de statistiek. Dit kan wel eens de meest afgewezen werkzoekende in Amerika zijn. Wow, hot grease. Holy crap. Na zijn afstuderen als econoom had Daniel 40 sollicitatiegesprekken. En 40 keer werd hij afgewezen. Order number 4. Couldn't land anything. And I tried. I tried hard. Dan maar geen baan als econoom, dacht Daniel. En hij bedacht iets nieuws om er weer een beetje lol in te krijgen. 50 verschillende baantjes in alle 50 Amerikaanse staten. En dat allemaal in 1 jaar tijd. There you go. Tot nu toe ligt hij op schema. I'm choosing jobs that depict the culture and economy of each state, so it's not like just any random job. Like I was a rodeo announcer in South Dakota, Border Patrol in Arizona, logging in Oregon. Het is een lange lijst met baantjes. Weerman in Ohio, kaasboer in Wisconsin en American football coach in Alabama. 40 staten heeft hij er al op zitten. I worked as a model in North Carolina, oil rigging in Oklahoma, meatpacking in Kansas. I probably logged over 25.000 miles on this car. Nog elke dag volgen er afwijzingen. It's very, very hard. Hello, this is Daniel. Maar de aanhouder wint. Zelfs al bakt hij er eigenlijk maar weinig van. Hey, I don't even cook at home, so I have no idea what the heck I'm doing. Hij heeft het allemaal gedaan, van een kantoorbaan tot meubels bouwen. Dat hij geen econoom is geworden, kan hem bij nader inzien weinig schelen. I am definitely looking forward to being a surfing instructor in Hawaii. En eenzaam, dat is Daniel ook niet. Om het leuk te houden zoekt hij ook bij elke baan een nieuw vriendinnetje. Not like one in every state, but I have like two or three in one state, you know. Just depends on the state. Couldn't find any in Wyoming. Zometeen de nieuwe ring der ijdelheid. Maar eerst maar Jong de Hond. Morgen water in de sloot, heb ik begrepen.